Nou kijk, dat is een volwassen die daar nu zit te springen. Ja. En daar zie je al een van de jonge dieren. Oh ja, dat is echt een kleintje. Ja. Hey, Noelle hier, video Rage van Burgershow. Ik sta in een bekende omgeving voor jullie, want ik sta in de desert met al een hele bekende desert persoon. Zeker, desert persoon. Ben ik weer. Is die weer, Christian, de enige echte dierverzorger Christian. Met gelijk wel iets in je hand, wat gaat er gebeuren? Dit is de sleutel tot succes. Maar waar gaan we vandaag naartoe? Ja, we gaan het hebben over de kangoeroeratten. En dit is echt... Ja, ik vind ratten echt bijzondere dieren. Dat zeg ik wel gelijk al even aan. Want er is kweeksucces. En daar weet jij van alles van. Zeker. Maar zullen we ze gewoon eerst gaan bekijken? Ja, we gaan ze opzoeken. Mooi. Ze zitten bij ons in de tunnel. In de tunnel. Dus we gaan van licht naar donker. Dus we er maar van staan. Oké, jij stopt gelijk al bij de eerste, de beste. Ik zie er al een. Toin, 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 toin. Wow. Nou, ik snap nu al helemaal waarom het een kangoeroe. Kijk, komt er nog één. Nog één. En nog één. Oh, wat een schatjes. Het zijn echt bolle muisjes. Maar... Ja, met enorme achterpoten. Ja. Een hele lange staart en hele korte voorpootjes. Waar komen deze dieren vandaan? Nou, we zitten hier in de Sonora-woestijn, in onze desert. Ja. Dus dat is een beetje het zuidelijke deel van Noord-Amerika. Ja. En exact daar komen deze kangoeroeratjes ook voor. Wauw. Kijk nou even, jongens. Nou kijk, dat is een volwassen die daar nu zit te springen. Ja. En daar zie je al een van de jonge dieren. Oh ja, dat is echt een kleintje. Ja. En het leuke is dat dit één van twee is. Want ze krijgen heel vaak maar één of twee jongen, misschien een keer drie. Ja. Maar de eerste keer dat zij jong kreeg was er maar één, de tweede keer was er ook maar één. En de derde keer was het een tweeling. Ja hoor, nu mogen we ook even kijken. Kijk, daar vlakbij is er één. Wat is dat? Dat is een kangoeroeratje. Kangoeroeratje? Ja, moet je maar kijken, het hele grote achterpoot en net als een kangoeroe. En zo springen ze ook. Dat is wel bijzonder dat we twee jongen hebben en er zijn ook groot gekomen. Maar het is niet vanzelfsprekend, want ze zeggen vaak van oh ratten dat kweekt als de konijnen. Ja. Dat is bij kangoeroeratten dus niet zo. Oh. Er zijn meerdere diertuinen in Europa die deze soort hebben. Ja. Maar kweek is echt wel bijzonder. En na 2 jaar geen jongen is het bij ons weer gelukt. Ja. En nu gaat het ook weer aan de lopende band. Dan krijgen ze achter elkaar jongen. Nou, dat zijn 3 nestjes in een jaar. Niet uitzonderlijk. Ja. Ja. Nou zou je zeggen, knagen, je wordt dus heel oud, maar hun worden makkelijk een jaar of 7, 8. Dat is best wel. Ja. Terwijl de gewone, zo'n klein diertje. Ja, de gewone ratten die ook als huisdier worden gehouden, die worden gemiddeld 1,5 jaar. Ja. Zijn ik heel jong. Ja, want hoe overleven zij in de woestijn, in het desert? Nou, er is weinig voeding. Ja. Dus ze hebben een soort wangzakjes waar ze allemaal zaden zo verzamelen en een voorraadje aanleggen. Dus in de schrale tijd hebben ze dan toch een voorraadje. Ja. Maar vocht is ook echt een probleem. En ook die jongen moeten melk drinken bij de moeder. Ja. Dus ze zorgen ook dat er voldoende vocht is op dat moment. Okay. Maar het kan zelfs zo zijn dat ze eigenlijk gewoon helemaal niet drinken. Dus ze moeten het echt puur uit hun voedsel hebben. Dat kan het uit plantmateriaal zijn waar vocht in zit. Ja. Maar dat kan ook gewoon een beetje dauw zijn wat ze morgens vroeg. Na een koude nacht en die keer erg op steentjes slaat, soms op de ingang van een hol, en dat ze dat oplikken. Maar zijn dit de enige kangoeroeratten die we hebben hier? In dit, Hier zit een koppeltje, daar zit een koppeltje en we hebben achter de schermen nog meer dieren. Ja. Want omdat ze weinig worden gehouden en we wel in de soort willen blijven, omdat ze echt typisch zijn voor het gebied wat we laten zien, zorgen we dat we altijd een soort backup hebben. Dus niet dat als van het koppeltje in een twee doodgaat en we hebben niks meer. Nee. We zorgen altijd dat we meerdere koppeltjes hebben en kunnen kweken. Ja. Dus dat we tot over 10 jaar nog deze prachtige soort kunnen laten zien. Ah. Okay. Mag ik nog een high five? Tuurlijk! Hey, goed gedaan! Veel plezier, hè? En er zitten ook een aantal dus achter de schermen. Daar kunnen we even naar kijken. Misschien kunnen we wat dichterbij kijken. Dat wilde ik ook. Is toch minder donker. Ja, laten we daarin gaan. Kom maar. Nou, we gaan naar K1. Daar hebben wij nog meer kangoeroeratjes zitten. Waar ik het net al een beetje op had. Hier wordt het voer klaargemaakt, denk ik. Chefkoks. De chefkoks. K1.
We zijn ook fan van K3, maar K1 is goed. Kijk, en hier hebben we een scala aan kangoeroetjes. Daar, maar ook achter je. Allemaal kangoeroetjes. En allemaal jongen. Nee. Oh. Hier zitten dus allemaal nog losse dieren. Oké, dus ook stelletjes en. Nou, dat is wel grappig. Kijk. Mm-hmm. Wat staat hierop? 1.0. Juist. Voor het stipje is het aantal mannetjes, achter het stipje is het aantal vrouwtjes. Oké. Okay. Dus in dit verblijfje zit één man. Dit is één verblijf. Ja. Kijk, er zit wel een hindernisje tussen. Ja, maar. Dan kunt u zo omheen springen. Ah. Maar kangoeroetjes vinden elkaar niet altijd meteen aardig. Oké. Okay. Dus als wij een mannetje en een vrouwtje aan elkaar willen wennen, ja. Dan doen wij ze in een nieuw verblijf wat ze nog niet kennen. Mm-hmm. Dus we maken het helemaal schoon en dus ze zitten allebei in een nieuwe omgeving. Mm-hmm. En dan kunnen we kijken, gaat het goed? Ja. En dan, we kunnen dan altijd hier nog een schuifje tussen doen. Als je merkt dus dat kunnen, gelijk in gevecht als ze gaan knokken, dat mag wel even, ze moeten elkaar niet gaan verwonden, dan kunnen ze even apart zetten. Oké, ik kom hier binnen en ik vind het echt wel stinken, maar wat ruik ik? Wat is die geur? Ja, ruikt knaagdieren. Ja, ik denk dat het is. Maar zijn dat dus die kangoeroeratten die zo ruiken? Dat kan, maar achter jou hebben we ook nog een heleboel andere knaagdiertjes. En daar zitten kaktusmuizen. Want ook daar hebben we heel veel kweekoppeltjes van. Mm-hmm. En wat is dan 1.1.2? Is dat dan één mannetje en twee vrouwtjes, maar wat is het midden? Nee, oh. Dat is wel grappig. 1 is de man, die tweede 1, achter de eerste punt is het vrouwtje. En er zitten twee bij waar we niet weten wat het is, een mannetje of een vrouwtje, omdat er twee jongen zijn. Oké. Dus wat hier op staat, hopen we dat het straks hier ook over op staat. Ja. Dus dat al deze kangoeroeratten op een gegeven moment kunnen gaan kweken. Ja, maar ook hier beneden zit ook nog een kangoeroerat. Oh. En nou, hoeveel weet ik niet, want ook daar één in ieder geval. Ja, dat is hetzelfde verblijf. Oh, oké. Maar heb je er al één gespot? Nou, ik moet nog even goed kijken. Ja! Zie je er ja een? Hoor, daar zit er één. Ze zijn eigenlijk vooral actief als het donker is. En zelfs als het volle maan is, vinden ze al spannend. Ja. Dus ze proberen echt in het donker te hun kostje bij elkaar te scharen. Want als het volle maan is, dan is het gewoon te licht in de nacht en dan durf je dus niet op verkenning te gaan. Nou ja, dan zijn de jagers een voordeel. Die kunnen natuurlijk nog veel makkelijker zien. Ja. Dus die zien hun heel makkelijk toing door de woestijn in staan. Ja, ze springen echt heel aanwezig. Het is niet dat ze zo'n ze kunnen echt behoorlijk sprongen maken. Eigenlijk een kangoeroe. Ja. Oké. Ja. Dus met die jongen zijn we super blij. Ja. En hopen wij weer jaren vooruit te kunnen met deze prachtige kleine maatjes. Dus er zijn twee grote verblijven in de tunnel, in het desert. En hier, dit is eigenlijk achter de schermen, dus dat kunnen we alleen maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tighok hebben we hier dan. Ja. En wat vind jij nou zelf heel erg leuk aan de kangoeroe? Jij zegt dat ze super cute en schattig en lief eruit zien. Ik vind vooral het gedrag heel leuk, dat ze enorm kunnen springen. Ja. En ze doen denken aan een kangoeroe, terwijl ze geen buidel hebben. Ja. Komen ze niet uit Australië, maar je bent alleen. Als jullie nou nog vragen hebben over dieren uit de desert, dan moet het bij Christian zijn. Dus laat daarvoor hier onder in de comments een vraag achter. Dan gaan we er een leuke video van maken. Welkom! Precies. Dus bedankt voor het kijken. We hopen dat je dit een leuke video vond. En tot volgende week. Doei doei! Doei!